De toegang tot het recht en rechtsbijstand is al vanaf 1 juli niet gegarandeerd. Dit liet Francine Djayadi, secretaris van de Surinaamse Orde van Advocaten, SOFA, gisteren weten bij het Hof van Justitie tijdens de beëdiging van 4 nieuwe advocaten. Djayadi zegt dat de sociale advocatuur tot dit besluit is gekomen nadat zij meerdere malen dit probleem van de gefinancierde rechtshulp, oftewel de kosteloze rechtsbijstand, al meerdere malen onder de aandacht van de overheid heeft gebracht. Djayadi wijst erop dat de SOFA ook dit zittingsjaar niet is gelukt om de problemen die zich reeds jaren manifesteren op te lossen. Dit jaar kenmerkte zichzelf door een algehele dieptepunt. Gedreven door het nalaten van de overheid om de vergoeding van de toegevoegde advocaat tot een aanvaardbaar niveau te brengen, voelde het grootste deel van de sociale advocatuur zich genoodzaakt de dienstverlening stop te zetten. Dit besluit werd door hen na ampele overwegingen genomen. De vergoeding is sinds lange tijd niet meer kostendekkend en wordt daarnaast vaak helemaal niet uitbetaald. Een goed voorbeeld daarvan is de 55 SRD cent per verreden kilometer. Hadden wij als advocaten gedacht dat dit de betrokken instantie tot actie zou brengen? Helaas moeten wij het tegendeel vaststellen. Elke dag zijn er zittingen waarbij verdachten geen advocaat toegevoegd kunnen krijgen. Maar de paniek blijft uit. De urgentie om maatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat wij als land de toegang tot het recht waarborgen blijft uit. En niemand die daar wakker van ligt. De advocaat bracht in herinnering dat de toegang tot recht alleen breed te garanderen is als de gefinancierde rechtshulp goed georganiseerd is. Daarvoor zijn volgens Djayadi minstens 2 directe verbeteringen noodzakelijk. De vergoeding aan sociale advocatuur dient minimaal gelijke tred te houden met de ontwikkeling van koopkracht en devaluatie. De verwerking en daadwerkelijke uitbetaling van de vergoeding zou eenvoudiger en sneller plaats dienen te hebben. Zonder deze randvoorwaarden wordt het ondoenlijk voor advocaten om een gepast gedeelte van hun tijd te wijden aan een bijdrage van de grondwettelijke taak en vervullen van de grondwettelijke missie. De secretaris van SOFA roept de regering op om deze kwestie met voortvarendheid op te lossen.